Wat vind je van het Songfestival nummer? Nou, ik zat... Serieus. Ik zat, hoe heet het ook weer, Rutger Kot had het erover. Ja. En toen zei ze, als de eerste keer dat je het hoort, toen kakte ik een beetje in. De tweede keer en de derde keer, je moet er een beetje in groeien. Het nieuwe nummer. Het ene, ja. Nieuwe, het ene, maar ze zei dan ook daartegen weer... Oh, in je mouw, in je mouw. Sorry, corona. Dat het eigenlijk te traag is en pas aan het helemaal het eind... Pas up tempo wordt. Ja. En het is maar iets van heel kort. Ja, het is maar heel kort aan het einde. IJzersterke analyse. Ja. Ja. Nou ja. Ik baal dat ik dat interview gemist heb. Maar wat vind je wat is er nou? Het is echt gewoon. Wat vind je er zelf van? Want je kan wel de hele tijd de mening van Rutger Kot hier lopen. Net ook over die vluchtelingen. Ja, nou, ja. Heb je het liedje eigenlijk wel gehoord? Nou, ik heb het liedje gehoord, maar niet helemaal. Ik bedoel, ik heb er misschien 2-3 seconden van gehoord. Ja, precies. Precies. Is wel een begin. Maar wie zouden we wel moeten... Waarvan zeg je, dat vind ik een goede zanger of zangeres voor het Songfestival? Nou, ik vind waar hou je van? Ja, ik vind Glennis Grace geweldig. Maar die is al geweest, toch? Dat weet ik, maar die vind ik wel geweldig. Ja. Okay. En verder zou ik het eigenlijk niet weten. Want jullie waren deze week, las ik, hè, want ik heb me ingelezen. Oh. Jullie waren op de verjaardag. Van Rachel. Van Rachel Hazes. Ja. Jullie hebben dan André Hazes junior ook gezien. Ja. Zou dat een goede kandidaat voor ons zijn? Die kan wel zingen. Nou, maar die kan wel zingen, maar ik vraag me af of hij in Engels kan. Ja, ik denk het wel. En hij neemt met iedereen van de jury een relatie. Dan. Ja, nou, dat is dan wel weer leuk. In heel Europa. Ja, maar ja. Dat is dan weer in het nieuws. Dat is weer in het nieuws. Goeie pair. Ja, maar was het een mooie, was het een leuke verjaardag? Ja, hartstikke leuk. Ja, leuk. Maar kijk, ik zou het raar vinden. Kijk, ze nodig ons uit. Nog hier. Zijn jullie bevriend? We kennen haar. Ja, ik ken jou ook, maar ik ben niet uit. Laat ik zo eens, we kennen haar niet. We kennen haar kort. Hebben jullie haar voor een prikje op seconde? Ja. We kennen haar kort. Ja? Maar kort kan soms ook heel leuk zijn. En ze heeft ons uitgenodigd. Dus ja, dan vind ik het ook onaardig. Nee, ik kom niet, want ik ken haar pas. Ik heb het idee dat je alles kort doet. Gewoon kort maar krachtig. Ja, maar daarom zei we hadden ook gezegd... Want ja, zo hoort het een beetje. We gaan vroeg en dan gaan we ook weer vroeg weg. Ja, je houdt alles leuk kort. Dan ben je ook getrouwd met de oudere man. Dat is ook een kort huwelijk al. Ja, maar we zijn al 18 jaar samen en we zijn al 6 jaar getrouwd. Goed zeg, leuk. Ja. Leuk. Vond je dit een leuk filmpje? Ga dan zwemmen in ons kanaal. Je bent van harte welkom.